Deze beschouwing die gaat over de oorlog met Iran. Het is nu januari 2020 en het is al een tijdje gerommel tussen Amerika met Donald Trump en Iran. En dat, ja, jij weet dat waarschijnlijk ook als je een beetje de krant volgt. En mijn vriend Wim, Wim Kruidertuin, die volgt het dan ook en die kwam dan met opmerkingen van, nou ja, dat hij had dan foto's gezien van dat neergeschoten vliegtuig, want er is dus een vliegtuig neergeschoten nu. En hij zei, er klopt iets niet aan die foto's. De het tijdstip van die foto's en het feit dat het dan licht was. en Ik weet het niet precies hoe het nou zit, maar daar klopte iets niet mee. En ik zei tegen hem van nou, dat doet me erg denken aan die MH17, daar klopt ook van alles niet aan. En ik keek je mij zo aan van ja, inderdaad. Ja, je weet tegenwoordig niet meer wat je moet geloven, hè? Tja. En wat is er nou aan de hand met Iran? Er is nu dus een vliegtuig neergeschoten, en net, of vanmorgen of gisteravond laat, zag ik een bericht op internet. Oh, dat was de Prison Planet volgens mij, die website van Alex Jones, die um, jezuïte website. Dus dan zie je ook niet het hele nieuws natuurlijk. Maar daar stond dan dat Iran dan schuld bekend heeft en ze hebben per ongeluk een passagiersvliegtuig uit de lucht geschoten. En dat passagiersvliegtuig was dan van de Oekraïne. Vind ik ook eens zo toevallig. Dus eerst wordt een Nederlands vliegtuig boven de Oekraïne uit de lucht geschoten en nou een Oekraïns vliegtuig wordt per ongeluk door Iran uit de lucht geschoten. Nou, snap jij het nog? Rare verhalen, vind ik het maar. En het allergekste is dat Donald Trump zich loopt te bemoeien met het, het, het Verre Oosten. Dit is niet eens het Midden-Oosten, dit is het Verre Oosten. Of is het toch het Midden-Oosten? Wat, wat heeft Amerika daar nou te maken? Dan zouden die mensen helemaal niets moeten interesseren wie er de baas is in Teheran. Dat is mooi het probleem van de mensen in Iran. En dat, dat kwartje, dat, dat valt maar niet. Amerika heeft genoeg problemen aan het hoofd. Amerika stroomt vol met gelukszoekers vanuit Zuid-Amerika, met name Zuid-Amerika, maar ook vanuit Afrika. Er gaat met een enorme aantallen stromen die mensen daar binnen. En wat moet je met al die lui? Dat is hetzelfde wat we hier in Europa hebben natuurlijk, maar dat heb je in Amerika ook. En Wat lopen ze nou te eikelen daar in Iran? En als je dan de geschiedenis van Iran erbij pakt. Heb ik hier even gedaan ter voorbereiding van dit. Dan zie je dat er in 1953 van de vorige, dus de vorige eeuw, hè, dus Van 70 jaar geleden. Heeft de Verenigde Staten een coup georganiseerd en daar hebben ze de toenmalige leider Mossadeg eh, afgezet. En die man, die Mossadeg, die kreeg vervolgens eh, huisarrest. En zijn minister van buitenlandse zaken. En die hebben ze geëxecuteerd. Die kreeg de doodstraf. Dat was Amerika. Snap jij het nog? Huh? En dan nu lopen ze te eikelen. Nu zijn we 70 jaar verder. En dan lopen ze weer te eikelen in Iran. Wat heeft Amerika met Iran? Nou, het antwoord is vrij simpel. Kijk, de aristocratie van deze wereld die hebben ooit hebben ze onderling ruzie gehad, maar daar zijn ze mee opgehouden. En ze hebben besloten dat het beter is voor hun om te gaan samenwerken. En die samenwerking, dat is al heel lang geleden is dat begonnen. En het was dan de bedoeling dat jij als aristocraat, wanneer je nog niet samenwerkte met de samenwerkende aristocratie, dan kreeg je de kans om te gaan samenwerken met de samenwerkende aristocratie. En dan kreeg je een plekje in de hiërarchie en daar moet je het dan mee doen. En als jij daar geen boodschap aan had, en je wilde zelfstandig blijven als aristocraat over jouw gebied. Dan kon je rekenen op een, ja, op een oorlog. Een oorlog van iedereen tegen jou. En die verloor je dan. En dan kon je ook nog halverwege zeggen: van nou, ah, ik heb er toch spijt van gekregen. En uh, hoe zag dat contract er ook alweer uit? En, uh, huh? Ze waren in die zin vrij vergevingsgezind, zullen we zeggen. En die samenwerkende aristocratie. Die hebben, de, ja, die hebben dan uh, het, het, de universele kerk gesticht, want dat hoort erbij. Je, je moet de kerken, er de, de, ja, de wil dus niet dat de mensen op deze aarde um, geloofsgemeenschappen gaan stichten, zonder dat jij erbij bent om te luisteren en te, liefst ook te vertellen wat ze nou moeten geloven. En vooral niet uh, Bijbelse toestanden met het boek Samuel. Waarin het volk Israëls aan de profeet Samuel vraagt of ze alsjeblieft een koning mogen. En dan Samuel zegt tegen het volk Israëls: Ben je helemaal gek geworden. Want er is maar één koning en dat is uh, degene uh, hè, met de naam. Ja, degene die wij God noemen. Die later door Christus uh, onze vader wordt genoemd. Hè. Die is koning en voor de rest heb jij geen koning nodig. Daar heeft Samuel helemaal gelijk in. Hè. Dat is ook zo. Wij hebben helemaal geen koning nodig. Wat wij nodig hebben, dat zijn schilders. Uh, dus dat de verschillende beroepstakken die er zijn. Uh, de schilders en. Uh, de bosverbouwers en de huizenbouwers. en ja, die hebben gilders. En die gilders die spreken dingen af. en die heffen dan ook belasting. Dus als jij uh, een tandarts wil worden. dan moet je dus bij het tandartsgilde. Moet je, je aanmelden. en een deel van jouw opbrengst als tandarts. moet je afdragen aan het gilde natuurlijk. Bijvoorbeeld voor het opleiden van nieuwe tandartsen. En vroeger was het zo dat in het tandartschilde van Amerika, voordat de paus daar de baas werd, was het zo dat jij kon ze een licentie krijgen om een tandarts te mogen, jezelf tandarts te mogen noemen. En dat hield dan in dat jij mensen die niet de zorg konden betalen, dat jij verplicht was om die mensen toch de, nou, niet de hele luxe zorg te geven, maar dingen als. Uh, ja, een gaatje uitboren en vullen... of een rotte kies echt trekken. Nou, dat, dat diende jij te doen. Ook al hadden mensen geen geld. Nou, dat hoorde bij jouw licentie. Ja, dat, is de, dat waren de tijden van de gilders. Hè? Die heb je wel nodig. Waarom niet? En de huizenbouwers en de wegenbouwers. En, ja, dan moet je wel gilders... Er moeten wel organisaties zijn... maar dat regel je, regel je per beroepsgroep. Dan ben je klaar. En wat je niet wil, is een of andere heerser. Die, uh, ja, een, een alleenheerser, een monarch noem je dat, hè? dat is een koning. Ja, dat wil je niet. Dat is strijdig met dat wat in de Bijbel staat. En het is ook met die koningen allemaal behoorlijk uh, dramatisch afgelopen. Uh, David gaat dan door voor een van de beste koningen. Ja, het is wel zo dat David uh, ongelooflijk geilde op uh, Beth-Seba. En dat hij dus haar man... Ja, dat hij ervoor gezorgd heeft dat die man het leven liet, zodat hij uh, lekker uh, Beth-Seba in zijn bed kon hebben. Maar dat is toch niet echt bepaald iets wat je nou wil van je koning, of wel? Dat gaat niet door voor het beste, de beste actie van meneer David. En dat is nou typisch het probleem wat je hebt met een koning. Ja, de monarchie of de, de samenwerkende aristocrate, aristocraten, de samenwerkende aristocratie. Die wil dus vat hebben op de geloofsgemeenschappen. En da daarvoor hebben ze dan de universele algemene katholieke kerk opgericht. En die gaat er dan op toezien dat alle kerken onder haar vallen. En, uh, en die kerken dus ook bespelen. Bijvoorbeeld in Amerika, daar had je een geloofsgemeenschap. Uh, dat die werden genoemd de Davidians dat waren volgelingen van David Koresh, als ik het wel heb. En uh, die was niet naar de zin van de universele kerk. En dat is met uh, die geloofsgemeenschap is met grof militair geweld uitgeschakeld. Vrouwen en kinderen vermoorden. Waco zeggen wij op het Nederlands. W-A-C-O. In Amerikaans is het Waco. Dat is totaal uitgezocht. Dat was een directe aanval op uh, die geloofsgemeenschap. En wat, ja, die geloofsgemeenschap dicteerde bijvoorbeeld dat uh, er iets helemaal fout is aan de universele kerk. Dus die waren geen onderdeel van de universele kerk en spraken zich uit tegen die universele kerk. Die spraken zich uit tegen het principe ook. Ja, dat moet je niet doen. Nee. En een ander voorbeeld van zo'n Amerikaanse kerk die zich uitsprak tegen de universele kerk. Dat, was de, dat waren de, de ministries. Ik weet niet wat het Nederlandse woord daarvoor is. Maar die waren van Tony Alamo. En die had meerdere kerken, meerdere gebouwen. En die predikte dat ook. Dat een kerk moet lokaal zijn. En die mag geen. Die hoort geen deel uit te maken van een universele kerk. En dat de universele kerk, die er gesticht is door de Verenigde Aristocraten. dat dat de Antichrist is. Ja, zo zit het in elkaar. En Amerika is katholiek. Al heel lang. Nederland ook hoor. En dan zal jij zeggen, nee joh, wat die katholieke kerken, dat is toch... Die... Ja, bijvoorbeeld hier in Arnhem, hier bij mij om de hoek, daar staat een katholieke kerk. Ja, dat is nu een gebouw waarin ze... Ja, er wordt, er wordt geen dienst meer gehouden, punt één. En dan hebben ze wel van de gemeente uit en de provincie, ineens in de zoveel tijd is er weer wat te doen en hebben ze er evenementen... Dat ding, dat is ook verbouwd. Of, dus zijn ze nog steeds mee bezig. Er wordt echt ongelooflijk hoeveel het geld wordt erin gepompt. Dat ding was al een keer gerenoveerd, maar dat was niet goed gebeurd. Het dus, is nou weer helemaal opnieuw. Man, dus zolang ik hier woon, staat dat ding al in de stijgers. Dan gaan we nog geld in, jongen. Kijk, daar kan je het aan zien. Dit is een katholieke kerk. Dat zouden ze met een kerk nooit doen. Nederland is zo katholiek als wat. Onze koning is katholiek. Uh, onze koningin is katholiek. Dan kan je zeggen: nee, maar uh, onze koning die is uh, Nederlands hervormd hoor. Nee, die is katholiek man. Onze koning die is gefotografeerd met zijn vrouw dat hij op audiëntie was bij de paus. Nou, een protestant doet dat niet. <laughs> Klaar. Een protestant die, die gaat niet op bezoek bij de antichrist. Dus. Dan, dan in, in het woord zegt dan Willem-Alexander dat hij Nederlands hervormd is. Dat zijn ze toch, van, van Oranjes. Maar in, dat is alleen maar in het woord. En inderdaad is hij katholiek. Ja. Een katholiek betekent zoveel, hij onderschrijft de suprematie, de heerschappij van de paus. Hij accepteert de paus als de religieuze leider van de wereld en hij snapt drommels goed dat meneer de paus niet alleen de religieuze leider is van deze wereld, maar dat hij ook de politieke leider is. Het is de, de paus is de antichrist, het is de woman riding the beast. De vrouw gezeten op het beest. Zoals dat in de Bijbel staat beschreven. Dat is de paus. En die pauselijke organisatie die heeft Amerika totaal in handen. Dat is begonnen in de loop van de 18e eeuw. Dat ze daar goed voet aan de grond kregen. Want het katholicisme was ooit in Amerika verboden. Net als in Nederland. In de tijden van Maarten Luther. En in Engeland ook. De, de Engelse koningin, die heeft uh, toen er voor de zoveelste keer een moordaanslag op haar, dus Elizabeth I, toen er voor de zoveelste keer een, moordopslag, een moordaanslag op haar was vereideld. En het, voor de zoveelste keer zat dus de, de Universele Kerk zat erachter. Toen heeft ze gezegd van als er een Jezuïet op Engels grondgebied wordt aangetroffen, dan hoef je geen rechtszaak te beginnen. Je hoeft niet te weten wat hij heeft gedaan, ook al heeft hij, kan je niks bewijzen. Het enige wat je weet is dat hij Jezuïet is, of katholiek is, want dat is een militante katholiek is. Jezuïet is de militaire orde van de kerk. Het is een, een jezoïet en aangetroffen op Engels grondgebied. Uh, doodstraf. Gewoon executeren, per onmiddellijk. Dat deed Elisabeth niet, omdat ze... Uh, uh, dat deed of dat, de, de, ze niet zomaar. Dat deed ze omdat er al meerdere moordaanslagen op haar waren gepland. En men probeerde ze uit te voeren en dan werden ze betrapt, werden ze vereideld. En mensen gingen uit de school klappen of zo. Ze is nooit vermoord, maar uh, zij heeft wel die maatregel getroffen. De Jezuïeten uh, niet meer welkom. Maar ook Engeland is gevallen. Hey, Engeland heeft bijvoorbeeld oorlog gevoerd met China. En dat ging erom want dat Engeland, die was heroïne, opium, wel opium aan het verkopen. ...op Chinees grondgebied. Wij noemen dat... Uh, ...drugshandel. Huh? Regelrechte drugshandel. En ze verkochten die opium... ...tegen een hele lage prijs. En de Chinese overheid... ...die was daar helemaal niet van gediend... ...en die wilde niet... ...dat die Engelse drugdealers... ...die opium zo goedkoop... ...dumpten op de Chinese markt. Want ze zagen daar de gevolgen van in. Dan kan jij je ook wel iets bevoorstellen wat er dan gebeurt met je samenleving als daar tegen een hele lage prijs zo'n zwaar verslavende drug wordt verkocht. Dan gaat je samenleving kapot aan. En toen heeft de Chinese overheid die, die drugshandel willen bestrijden. En toen heeft de Britse overheid gezegd, ja, maar dat pikken we niet. En toen zijn ze een oorlog begonnen tegen China. Om hun drugshandel te beschermen. Weet je dat ook even gelijk? Hè? En waren dat de Britten zelf? Nee, dat was de paus. Toen, uh, toen Amerika die opiumoorlog begon met China, toen waren ze al onder pauselijke uh, aansturing, bestuur. En voor ons geldt hetzelfde. Wij hadden Willem de Zwijger en die was Vatican tegen die overheersing door de paus. En we hadden toen last van Philips II. En dat was dus een koning van Spanje en die stond onder maar die was katholiek. Die deed precies wat de paus tegen hem zei. En die voerde die Spaanse 80-jarige oorlog tegen Nederland. Ja, nou, en Willem de Zwijger die heeft die, uh, die, die Spaanse koning Philip II meerdere keren. Uh, heeft die legers van de, van de Spanjolen uh, verslagen. Of niet uh, zelf verslagen, maar hij kwam met een geniale plannen om die mensen buiten de grenzen te houden. Maar ja, toen heeft de katholieke kerk Willem de Zwijger laten doodschieten door een van hun handlangers, uh, Gerard, of Gerards. En vanaf dat moment uh, ja, hadden ze een groot probleem uit de weg geruimd. En nou, ergens in de loop van de... de. wanneer is dat geweest, weet ik niet precies, maar na verloop van tijd was het katholicisme ook niet langer verboden in Nederland en konden de katholieken weer een gang gaan. En nu is Nederland 100% katholiek. Ja, we zijn netto betaler aan de EU en dat is precies waar het katholicisme op neerkomt. Het katholicisme is ervoor bedoeld om regio's aan de bedelstaf te brengen. En hoe doe je dat? Ja, door geld afhandig te maken. Een ambtenaar van de EU die kost dan zogenaamd 345.000 euro per jaar. Dat was in 2017. En wat heeft hij gekost over 2018? Nou, dat weten we niet. Wat heeft hij gekost over 2019? Ja, nou, dat weten we ook niet. Maar is dat minder dan 345.000 euro per ambtenaar per jaar? Nee, natuurlijk niet. Het is alleen maar gestegen. Dat is momenteel misschien wel meer dan 400.000 euro per Europese ambtenaar per jaar. En dat is precies wat de universele kerk graag wil. Ze, ze willen ons aan de bedelstaf. En dat doen ze dan heel langzaam. Ze... Ja, momenteel betaalt een Nederlander indirect, dat weet hij helemaal niet, maar indirect betaalt een Nederlander elke Nederlander. Hè, dus baby's, baasklanten, buitenlanders zonder verblijfsvergunning, echt iedereen die hier verblijft betaalt iets van 400 euro per jaar of zo. Dus een deel van de btw-opbrengsten gaat automatisch naar de EU hè? En de EU, die organisatie, is van de paus. Dat wil je even weten. Wij, willen, wij hebben destijds stonden wij helemaal niet te popelen om die Europese Unie uh, vorm te geven. Maar dat zou dan handig zijn gezien de handel. Nou, de handel in Europa heeft nog nooit zo geleden van een organisatie als van de Europese Unie. Er zijn bedrijven die hebben dus handel met Duitsland moeten staken. Bijvoorbeeld, dat weet ik dan. Dit voorbeeld weet ik, want dat was een klant van mij. Die heeft de handel met Duitsland gewoon <laughs> vaarwel gezegd, want dat ging niet meer. Vanwege de nieuwe btw-wetgeving van 1996. Daar heeft de accountancy in Nederland ook moord en brand over gebruld. Maar dat soort dingen worden uit de krant gehouden. En dat hoeft niemand te weten, dat de accountants in Nederland zeiden: van hey, die zesde richtlijn. dat is een ramp. Dit gaat business kosten voor Nederland. Nee, hey, dat hoeft niet in de krant. Zo nee. weken dat Nederland katholiek is. Ja, ja. En wij gaan langzaam ten onder. En wat ze nu met Iran doen, ik denk dat dat niets meer is dan theater. Ja? Dan hebben wij wat om ons over te verbazen en om ons druk over te maken. En dan, oh, Iran, oh, de oorlog. Maar de eigenlijke oorlog die vindt hier plaats. Wij worden uitgemergeld. Het is nu ook zo dat als die brexit komt... We zijn nu al aan het voorbereiden dat als die brexit komt... dat dan de bijdrage van de andere landen omhoog moet gaan. Ja, dat is dus de misdadigheid van de Europese Unie. En wij zien dat niet in. Wij zijn ons niet bewust van de rol van de antichrist in deze wereld. En dat maakt ons blind... Voor de misdaad die er gepleegd wordt tegen Nederland. Een brood kostte in 2001, voordat de euro kwam, kostte een brood 1,60 gulden. Dat weet ik nog. In de, bij de bakker dan. Hè? Dan had je dus echt vers gebakken brood. Werd die ochtend gebakken. Een snijder, dat was gratis. Nou, had je een heel brood voor 1,60 gulden? 60. Dat is in euro's uitgedrukt. Was dat dan uh, ja, gedeeld door 2 en dan nog, nog een keer gedeeld door 2. Dus iets van uh, met 80 cent. En daar dan weer 8 cent vanaf. Dus iets van dus maar 70 eurocent voor een brood. Een heel brood. Nou, nu kost een brood. Ja, weet het denk ik wel. Bij de bakker kost een brood 2 ,60 euro of zo. Dus van 70 cent naar 2,60 euro dat is bijna vier keer zo duur, in 17 jaar tijd. Dat betekent een jaarlijkse inflatie op brood van 7%. Snap je? Ja, het is maar wat. En kijk, en dat is de oorlog die tegen ons plaatsvindt. En het feit dat wij volgepompt worden met mensen van uh, buiten. Zogenaamd omdat die mensen zo zielig zijn. En wij hebben het hier in Nederland zo goed. Dat laatste is helemaal niet waar. We hebben het helemaal niet meer zo goed in Nederland. Het ging ooit heel goed in Nederland. Maar we hebben het niet meer zo goed. Dus al heel lang is dat voorbij. En toch krijgen wij. Nou, in. In 2019 hebben wij er weer meer dan 100.000 mensen moeten opvangen. Dat is een hoeveelheid mensen ter grootte van een stad als Arnhem. Hè? En waar moeten die mensen wonen? Want huizen mogen we er niet bij bouwen van diezelfde Europese Katholieke Unie. Want dat is zo zielig voor de NO2-gevoelige ja wie eigenlijk? we weten helemaal niet wie er last heeft van NO2. maar uh, voor alle zekerheid mogen we geen huizen erbij bouwen, om te voorkomen dat er mogelijk iemand last krijgt van NO2. ja, maar weten we wel, hoor? want de natuurgebieden die hebben er heel veel last van. ja welke natuurgebieden dan? En ga nou niet zeggen de hoge Veluwe en uh, die Brabantse zandgronden, de drunense duinen. Want dat is een hopeloze exercitie, snap je? Je kan niet in het dichtstbevolkte land van Europa en het vier na het dichtstbevolkte land ter wereld ook nog gaan lopen dromen aan hele grote nationale parken waar alles blijft zoals het 150 jaar geleden was. Dat is belachelijk. Als jij de natuur wil behouden van uh, 3, 4, 5, 6, 700, 800, 900 jaar geleden, ja, ga denken aan een park in Roemenië. Ga denken aan een gebied, er zijn gebieden hier in Europa, waar is de daar is de bevolkingsdichtheid een factor 6 of een factor 10 lager. Ja, begin daar een natuurgebied, maar niet in het dichtstbevolkte land van Europa, dat kan niet. In de Sahara, daar woont geen mens en die natuur daar die is nog precies dezelfde natuur als 2000 jaar geleden. Kijk, begin daar een uh, natuurbehoudssysteem. Maar gaat het niet lopen fantaseren dat je dat hier in Nederland kan doen? Want dat kan helemaal niet. En dat kan al helemaal niet als je per jaar 100.000 mensen erbij gaat krijgen. En dat is een stad te grootte van Arnhem. En waar ga je die nou neerleggen? Voor de Nederlandse kust? Ergens in de territoriale wateren? Een stad op palen? Ze hebben het er al over dat we in de Noordzee mogen we niet eens windmolens neer gaan zetten van de EU. Wat is voor de 102 hoor? Dat is, dat kon helemaal niet. Snap je? Dat is de oorlog die tegen ons wordt gevoerd. Ze troggelen ons geld af, ze drijven de BTW omhoog. Dat hebben ze nou, in de korte tijd hebben ze dat twee keer gedaan. De btw hoog is van 19 naar 21 gegaan, dat was maar een paar jaar geleden. En uh, ook weer een paar jaar daarna hebben ze de btw van 6% naar 9% gedaan voor het lage tarief. Ja, hahaha. Ha, ha, ha. En de bijdrage aan de EU, dat gaat alsmaar omhoog. En dan moet je nog maar afvragen wat wij bijdragen aan instanties zoals de NATO, die we ook helemaal niet nodig hebben. En de NATO is ook van de paus. Dus er wordt een oorlog gevoerd tegen Nederland. Maar om ons af te leiden beginnen ze dan die paniektoestanden met Iran. Of die andere hele goede, het klimaat. Ja, waar is dat NO2 gebeuren? Dat gaat allemaal zo slecht met het klimaat. Met het klimaat is helemaal niks aan de hand. Maar ze zitten iedereen bang te maken. Ik heb me zo lopen irriteren. Ik heb de temperatuurgegevens opgevraagd van het KNMI. Want hoe zit het eigenlijk met de temperatuur in Nederland? Nou, het blijkt nou, in de afgelopen 100 jaar is die 2 graden Celsius gestegen. En de afgelopen 20 jaar is die helemaal niet gestegen. Dus, ja, er is er maar uh, een temperatuurstijging geweest tot aan het begin van dit millennium. En die was uh, 2 graden. En sinds dat dit millennium bezig is, uh, is het niet meer warmer geworden. En well, dat it. En de zeespiegel die stijgt met 1,7 mm per jaar. Maar dat deed hij al aan het begin van de 18e eeuw. Ongeveer, pak een beet. In ieder geval, voordat de industriële revolutie begon, was de zeespiegel al aan het stijgen. En stijgt die hard? Nee. Het stijgt 1,7 mm per jaar, dat is dan 1,7 centimeter in elke 10 jaar. Dat is, dat is iets van 10 centimeter in de 50 jaar. That's it. En gaat dat nog door? Ja, nou ja, misschien wel, maar uh, ja, de zeespiegel kan niet oneindig blijven stijgen, natuurlijk. Hè? Huh? En dan betalen ze dus mensen zoals professor Bert Vermeersen. Dat is een hele... Ja, dat is een leugenaar, die man. Ik snap niet hoe die professor dokter is kunnen worden. Maar vriendjes of zo? Of, uh, misschien dat hij in dat uh, sodomitische homoseksuele circuit zit. Uh, weet ik veel. Iemand die heeft zich uh, op zijn rug omhoog gewerkt, zoals het dan vroeger heette. Het is een leugenaar en die houdt aan lezingen waarin hij dan gaat waarschuwen dat de zeespiegel hier in Nederland met 80 meter kan gaan stijgen. Nou, dat is een complete waanzin. Ik zag ook een publicatie van de Landbouwhogeschool, dat heet nu de WUR. Ja, dat is de universiteit waar ik afgestudeerd ben. En uh, die gaan nu zeggen dat. Uh, ja, je moet maar land gaan kopen in het oosten van Nederland. Met name de achterhoek. Want dat is straks het enige stukje Nederland wat nog boven de zeespiegel uitstijgt. Uh, belachelijk. De zeespiegel stijgt met 1,7 millimeter per jaar. En onze dijken kunnen dat makkelijk aan. Ja, door de Alexanderpolder ligt onder de zeespiegel. Dat is zo. Maar dat geldt ook voor nogal wat meer polders. Daarom zijn het ook polders. Dat lag toen al onder de zeespiegel en nou nog steeds. Ja, en hebben wij dat hele fraaie begrip dijk voor uitgevonden. Iets waar ze in Venetië nog steeds niet in geloven. Daar hebben ze zoiets van, nee, wij willen geen dijken. Wij willen lekkere overstromingen. En dan kunnen we lekker in de ronde met onze Venetiaanse gondels. En dan komen allemaal toeristen op af en dat vinden wij leuk. Nou, die hebben dan dus geen dijken. Dus dan loopt heel Venetië weer onder water. Ja, daar kiezen die, die pizzabakkers voor, maar wij niet. Wij hebben dijken aangelegd. En al die Marokkanen die naar binnen zijn gekomen. die denken allemaal dat hun grootouders dat gedaan hebben. Nee, dat waren niet die grootouders van die Marokkaanse jongeren. Dat hebben we zelf gedaan. En wie dat die Marokkanen wijs heeft gemaakt. dat zij de deltawerk aangelegd hebben. nou, dat weet ik ook nog niet. Maar die vent zou ik ook wel een keer willen spreken. Ja. Kijk, dat is de oorlog die er gaande is tegen Nederland. Een economische oorlogsvoering volgens het internationale recht, dat geldt ook als, een, als een, dat is een oorlogsvoering. Wij worden economisch helemaal aan de grond gebracht. Het is toch belachelijk dat het dichtstbevolkte land van Europa dat het dat komende jaar weer meer dan 100.000 mensen erbij krijgt. De, de, de autochtone Nederlander. De mannen en vrouwen. die krijgen momenteel 1,3 kind per vrouw. Nou, dat betekent dat een mannetje en een vrouwtje. dat daar na 25 jaar, na één generatie. is er nog maar 1,3 van die twee over. Dat is een daling van hoeveel procent per generatie? Reken het maar even uit, heb ik je rekenmachine. Ik dacht toch echt wel meer dan een derde. Nee, ongeveer een derde gaat er vanaf, ja. Dus het aantal Nederlanders, dat daalt. Maar het aantal mensen met een Nederlands paspoort en die hier wonen, dat stijgt. En waarom? Omdat wij ze moeten opvangen? Als ik hier naar de markt loop... De, 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 dan wordt daar 30, 40 procent van de mensen die daar boodschappen komen doen. Die spreken heel gebrekkig Nederlands, oftewel totaal niet. En dan die Hollandse jongens en meisjes achter de, de, de kramen. Die schakelen dan voor het gemak maar even over in Engels. We zijn dan heel erg gastvrij tegen die mensen. Maar ze spreken geen Nederlands. En als jij me nou gaat vertellen van ja, dat is een tijdelijk ongemak. Nou, dan kom ik ook met de voorbeelden van mensen uit Marokko die hier al 30 jaar wonen en die ook nog steeds gebrekkig Nederlands spreken. Tegen die mensen kan je geen taalgrapje maken. Kunnen ze nog boos worden ook? Want ze denken dat ze worden gek worden gehouden. Jij ding zeg ik niet, begrijp niet. Ik heb het meegemaakt hoor. Ik, uh, ik weet inmiddels ook dat met mensen, met buitenlandse mensen. Uh, daar maak ik dus uh, geen grapjes meer tegen. Want ze zijn, ja, door hun gebrekkige taalontwikkeling uh, begrijpen ze de grap niet. En door hun algemene levenshouding. denken ze dat ze dan, uh, ja, gaan ze ervan uit dat je wel de draak met ze zal steken. en dan worden ze kwaad. Ja, het is maar wat. En dat is de oorlog die tegen ons wordt gevoerd. En die oorlog in Iran. Wat zou jou het bad zijn? De paus is al heel lang bezig om over de hele wereld. De universele kerk. De universele kerk is gesticht in het jaar 300. Dat heeft de mensheid niets dan ellende gebracht. En die club die gaat lekker door, want wij juichen allemaal mee. Wij accepteren het dat onze koning uh, toch minimaal een keertje per jaar. Uh, ja, even met zijn vrouw en zijn kinderen op bezoek gaat bij het Vaticaan. om te laten zien dat hij echt wel zal doen wat die, wat die organisatie van hem wil. En wij vinden dat prima. En, en wij gaan ook uh, stemmen voor de Europese Raad en de Europese verkiezingen. En wij denken dat dat goed is. Europa heeft de handel in Europa uh, kapot gemaakt. Uh, bemoeilijkt. Met die zesde rechte lijn van de BTW. En wij denken maar dat het allemaal normaal is. Uh, de, mijn dochter die zei tegen mij: ja, uh, nou, er moet eens wat minder geconsumeerd worden, want die consumptie nou, uh, die mag wel terug. Ik denk, dat de consumptie mag wel terug. Een keer hier in Arnhem kijken, man. Arnhem was toen ik hier voor het eerst kwam in 1978. had je. Ik, ik weet niet hoeveel soorten winkels. En dan kon je echt ontzettend leuk boodschappen doen. En op zaterdag was het hartstikke druk. Ik weet nog wel dat toen ik hier kwam wonen. Dat je op zaterdag. Dat je niet door de Rijnstraat. even uh, een stuk kon gaan lopen. Maar dat je er beter aan deed. om een, een, ja, een route eromheen te pakken. gewoon weg. Omdat je in de Rijnstraat. kon je helemaal geen vaart maken. Iedereen slenterde daar. en het was hutje, mutje. Je kon over de hoofden lopen. En tegenwoordig maakt er geen biet meer uit. Uh, gewoon op zaterdag. kan je rustig uh, vaart maken hoor. Zoveel mensen lopen daar niet meer. Nee, omdat de consumptie enorm is afgenomen. Ja, vind je het gek. Met een inflatie van 7% per jaar op het brood. En ze hebben niet zoveel geld meer. En alles is een stuk duurder geworden. Er wordt nu. Of het is nu voorbij, denk ik, maar bij het ziekenhuis hier Rijnstate in Arnhem... daar werd uh, een demonstratie was er bezig, want ze, willen er, ze wilden er 4% bij of zo op hun loon. Eindelijk een keertje. Na jaren gelijk te hebben gestaan. Die mensen hadden moeten zeggen, nou, uh, wij hebben sinds, uh, wat Perry nou zegt, uh, sinds de komst van de euro... Hebben wij een loonsverhoging gehad van maar zo weinig en wij willen over de afgelopen tijd, de afgelopen 17 jaar, willen wij eventjes weer gelijk geschaald worden aan het niveau voordat de euro kwam. Kortom, we willen er 80% bij. 60% En die mensen die gaan dan voor maar 5%. Ja, dus als ze echt gaan vragen waar ze recht op hebben, dan worden ze uitgelachen. Snappie. Een ander ding is uh, met een oorlog, is dat mijn benedenbuf? Die heeft zichzelf een hond aangeschaft. Maar die laat ze dan alleen als zij zin heeft om leuke dingen te gaan doen. En dat beest zit nu al te kermen van eenzaamheid. Het is nu half twaalfs morgens en hij is om uh, kwart over tien begonnen. Dus het is nu al een uur en een kwartier is dat beest aan het kermen van eenzaamheid. Schandalig vind ik het. En ik weet niet eens zeker of het uit moet van beneden, mijn benedenbuurvrouw zijn, maar ik ga even een briefje ophangen met de vraag wie het is. Wie weet welke hond daar loopt de kerm aan. Kan toch niet. Maar wat ook niet kan is die oorlog die tegen ons gevoerd wordt en waar niemand wat van zegt. Wij hebben helemaal niks te maken met Iran. Ik hoorde laatst ook iemand zo heel lovend spreken van ah het heb iemand ontmoet en er was een vrouw en wap en er was een vluchteling uit Iran. En ik denk, wat doen die mensen hier? Ga naar Saoedi-Arabië toe. Dat staat toch dichterbij. Ze, ze zitten daar te klooien in Iran. Dus, uh, ik heb het net opgelezen. In 1953 heeft de Verenigde Staten Mossadegh afgezet. En toen hebben ze een eigen shah daarin gezet. Die was dan helemaal pro-Amerika Dan kregen ze daar weer een probleem mee. Heb je die toestand gehad met die Amerikaanse ambassade die gegijzeld werd? Dat personeel werd gegijzeld. <tosses> Dat weet je denk ik nog wel. Wij zouden ons er helemaal van moeten terugtrekken. Dat zou ik willen. Dat zou ik verstandig vinden van Nederland om te zeggen van, nou, de Europese Unie. Uh, Wij schorten alle uh, dingen, schorten we op. Punt 1. We betalen niet meer. Dat is over, we stoppen ermee. We hoeven de dienstenverlening ook niet meer. We hoeven geen subsidie meer van de EU. We hoeven ook geen voorstellen meer voor wetsveranderingen. Dat hoeven we allemaal niet meer. We betalen ze niet meer. En we stoppen ermee. En En mensen die uh, besluiten om in Nederland te komen wonen, dan willen wij eerst weten wat ze dan van plan zijn hier te komen doen. Net als in Amerika. Ik kan, ook, ik kan ook, niet zomaar een enkele reis naar New York kopen en dan zeggen van hallo, daar ben ik. My name is Perry Winkle. And I would like uh, an out tournament. Een out tournament? Yes, uh, to turn, uh, to keren, de uh, uit-uitkering, uh, out. ...tournament. Ken je heel een oud tournament? We zetten hem gelijk terug, joh. Ja, dat doen we met die buitenlandse mensen ook. je komt er niet in. We verbieden het. We, we zeggen van... ...als je hier in Nederland wil, je komen, ja, je ...als toerist mag je natuurlijk altijd komen... Maar het is niet de bedoeling dat jij je gaat vestigen. Je krijgt bijvoorbeeld geen uitkering. Waarom zou je? En als jij hier een bedrijfje begint of zo, nou, dan ga jij je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Lijkt mij. Dan doe je het allemaal netjes. En loop jij hier in, in Nederland over straat zonder dat je netjes geregistreerd bent, dan ben je een overtreding. En mensen die de wet overtreden, die gaan de gevangenis in. We hebben alle recht om dat te zeggen. En als er problemen zijn in landen uh, ver weg, nou, dan, dat is allemaal heel vervelend. En dan kunnen we best. Aan meewerken om die landen te helpen. maar dan gaan we toch eerst even kijken wat er nou aan de hand is in die landen. En als je het hebt over een land als Iran. Daar loopt de Verenigde Staten uit naam van de paus al ik weet niet hoe lang de uh, klootviolen. Nou dan moet daar, dat moet maar stoppen. Heb je de oorzaak van het probleem aangepast, aangepakt? En laat die Iranese maar voor hun eigen land zorgen. Hetzelfde geldt voor Irak. Daar zit Amerika ook helemaal tot over hun oren in. En dat doen ze dan uit hoofd van de paus, Uit naam van de paus, hoe zeg je dat? Uh, Daar zitten ze dus in Irak, te dingen ze. En wa waarom zaten ze überhaupt in Irak? Ja, dat was vanwege Osama Bin Laden met die aanslagen van 11 september. Die aanslagen van 11 september, de bewijzen stapelden zich op. Dat was de paus dus Amerika had het Vaticaanstad aan moeten vallen als vergelding, ja het Vaticaanstad moeten bombarderen. Wat hebben ze niet gedaan? Nee, hey, ze zijn naar Irak binnengevallen in plaats van Vaticaanstad. En waarom zijn ze Irak binnengevallen? Nou, omdat Osama Bin Laden, die er niks mee te maken had. die zat in Afghanistan. En snap jij het nog? En wij zitten daar zo'n een beetje kaas bij te eten. of worst. en dan spoelen we dat weg met een biertje. En dan gaan we zeuren tegen onze vrouwen. die dan uh, voor de tv staan van. hé, hey, ga eens opzij, want Ajax is aan het spelen tegen Feyenoord. Ja, dat, dat, dat is onze. Uh kinderlijke, achterlijke, uh, diepzinnige vermogen. Namelijk niet. Ga je maar zorgen maken over die oorlog die gevoerd wordt tegen Nederland. Yo, ik heb dan zo'n carrière-move gemaakt... Ja, door te gaan werken in de gehandicaptenzorg als schoonmaker... En daar zit ook een diepere gedachte achter. Namelijk weet dat ik dus weet dat ik uh, op die gronden. Uh, ja, ik maak ontzettend goede sieren bij de sociale dienst. Die houden van mij. Ik doe sociaal acceptabel werk. Dus ja, ik zal een van de laatste zijn die uit zijn huis wordt gezet. Ja, precies daarom heb ik het gedaan. Ook, ook uit uh, compassie, gewoon met die doelgroep waar ik nu voor werk. Oh, dat speelt ook mee. Maar ik denk ook aan mezelf. Nou, laat me dat maar doen. Hè? Prima baantje voor mij. En het staat goed op mijn CV. Want ik weet wat eraan gaat komen. De, de economie, dat, gaat, dat wordt niet een leuk verhaal. I know. Zo is dat. En we zullen het wel zien. Ik ben erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Het wordt uh, bizar, dat weet ik wel. En het zou kunnen zijn hoor, dat dat wat in het boek openbaring staat, dat zich dat op een kortere termijn begint te voltrekken dan dat menigeen denkt. Het zou kunnen. Dat we al veel verder in de narigheid zitten dan dat we zelf denken. Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat wij kijken naar zo'n wereldschouwspel. en we denken dat we kijken naar iets wat echt is. Terwijl wij zitten te kijken naar theater. En we doen alsof het echt is. En de werkelijke dingen die er gebeuren. dus dat Nederland economisch aan de bedelstaf wordt gebracht. Daar sluiten we onze ogen voor, want we hebben het zo druk met te kijken naar uh, wat er nu weer gaat gebeuren met Donald Trump en Iran. Terwijl Donald Trump niets meer is dan een pion van de paus. Net als Hillary Clinton. En ogenschijnlijk heeft dan Donald Trump dan een iets met Hillary Clinton. En zijn ze het niet eens. Ja, over één ding zijn Hillary Clinton en Bill Clinton trouwens ook. Ja, dus Hillary Clinton en Donald Trump, over één ding zijn ze het eens. En dat is dat de paus de baas is. Aan George Walker Bush. Dat is de kleinzoon van Prescott Bush. Prescott Bush zat in het bestuur van een grote Amerikaanse bank. En die hebben destijds geld op tafel gelegd om een of meerdere, om een aantal concentratiekampen te laten bouwen in Duitsland. Want ze zagen daar wel geld in. Ze hebben geïnvesteerd in die kampementen. En dan zou jij zeggen: ja, dat kan toch niet, want hoe kan je nou geld verdienen aan het vergassen en vermoorden van mensen? Nou, die kampen waarin geïnvesteerd is, daar ging het om slavenarbeid. Die mensen werden allemaal te werk gesteld in chemische fabrieken en zo. En daar zat de, de winstfactor in. En dat zag Prescott Bush, die zag dat plan en die zei: nou, laten we maar investeren, dan gaan we geld verdienen. Nou, Prescott Bush die kreeg een zoon. En die is oh, Prescott Bush is natuurlijk al lang dood. Uh, die zoon van hem, George Herbert Walker Bush. Die is inmiddels overleden. Die is nog niet zo lang geleden overleden. En dan zijn zoon. Van George Herbert Walker Bush. Die heet dus George Walker Bush. En die is nog in leven. Nou, aan uh, George Walker Bush. werd gevraagd dat was de volgende, de volgende vraag is dat van, er werd tegen hem gezegd van ja toen jij Vladimir Poetin in de ogen keek toen zag jij zijn ziel niet? Ja, zei hij dat klopt toen ik Poetin in de ogen keek zag ik de ziel van Poetin ja en toen kwam de vraag en toen jij paus Johannes Paulus II in de ogen keek wat zag je toen en toen zei George Walker Bush. God. Dus hij keek Vladimir Putin in de ogen. En hij zag de ziel van Vladimir Putin. Hij keek Johannes Paulus II in de ogen. En hij zag God. Nou, dat betekent dat George. Walker Bush... dat hij oftewel... knettergek is... en dat hij in een gesticht hoort... met iedere ochtend dan... Uh, iets van Lammetjes Pap... en een ochtendprogramma... en een middagprogramma... en uh, hou die man alsjeblieft weg uit je samenleving... want hij is het levensgevaar... hij is knettergek. Of... George Walker Bush... <laughs> weet... Uh, ja, wie er de baas is. En de paus is de baas. En de paus wil graag aangesproken worden met de Heilige Vader. Terwijl wij hebben maar één vader. Snap je? En die vader is in de hemel. En naast die vader hebben wij geen andere vader. Ja, we hebben onze biologische vader. Hè? En die noem je dan pap. Dus ja. maar dat is een uh, sociologische betrekking. Dat is gewoon een van beide ouders. Dat is je vader. Nou, zo noem je dat ook wel. Het is gewoon je ouder. En in principe hoor je je ouders te respecteren. En die hoor je te eren. Zo wordt het gezegd. De eert uw vader en uw moeder. Ja. En meer niet. Maar Johannes Paulus II in zijn tijd. En daarna Benedictus XVI. En daarna wat we nu hebben, dat secreet Franciscus I. Dat wenst aangesproken te worden met de titel Heilige Vader. Oftewel met de titel God. En George Walker Bush wist. Dat die vraag die aan hem gesteld werd: van wat zag jij toen jij in de ogen keek van Johannes Paulus II? wist George Walker Bush dat hij maar één ding kon zeggen. En dat was God. Voor ieder ander antwoord had hij de consequenties kunnen dragen. Dat wist George Walker Bush. En hij is gehecht aan het leven en hij wenst niet te eindigen zoals John F. Kennedy. In 1963 op Daily Plaza in, wat was dat? Houston, Texas. Of uh, Abraham Lincoln in 1865 in dat theater. Of een van die vier andere presidenten van Amerika die omgelegd zijn uit naam van de paus. Zo is het. En ik ga een briefje maken en dan ga ik in het trapportaal ophangen. Dan, dan moet er iets gebeuren aan het gekerm van die hond. <laughs> Want ik vind het uitermate irritant. Jullie kunnen het waarschijnlijk ook horen, denk ik. Maar dat hoor ik wel als ik deze uitzending terug uh, speel. Maar dit ging dus over die oorlog in Iran. Uh, waarvan ik dan gezegd heb: dat is theater, dat is theater om je bezig te houden. Net zo goed als dat het klimaatgedoe theater is. Met het klimaat is niks aan de hand. De zeespiegel stijgt niet. Ja, het stijgt een klein beetje, maar er is allemaal. Ja, het, niks aan de hand dus. En de wereldtemperaturen, ja, dat, ze, ze zijn het er niet eens over eens. Wat nou de temperatuurstijging is. En IPCC, dat komt met allemaal modellen. Ja, we zijn het niet eens. Eens over wat nou de gemiddelde wereldtemperatuur is. We hebben het probleem dat het IPCC of medewerkers van het IPCC, die komen dan met modellen en die modellen die slaan aan het voorspellen en dan willen wij weten wat zijn de achterliggende gegevens. En die heeft men dan helaas een heel klein beetje weggegooid. En dan heb je het over gegevens die dan in totaliteit. Ja, dan is het niet meer dan 8 gigabyte aan data. En die gegevens heeft men weggegooid... om ruimte te maken op een harde schijf? Ja, ha, 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 ha. Een beetje DVD die je koopt in de winkel... daar kan makkelijk 8 gigabyte op. Als ik mij een beetje goed heb laten informeren tegenwoordig. En vroeger dan misschien niet. Dan had je een DVD en dat was dan... Uh, ja, je had ooit van die cd-rommetjes, dat was een half gigabyte. Nou, als je dan 8 gigabyte ruimte wil hebben op je harde schijf, dan moet je 16 van die cd'tjes kopen. Gewoon zo'n audio cd, apparaatje, dat is een half gigabyte. Hadden ze dus 16 van die audio cd'tjes moeten kopen, waar je dan één keer op kan schrijven. En uh, nee, ze dachten, nee, we gooien het gewoon allemaal weg. Dat is het IPCC, die liegen tegen je. En ze houden je aan de praat. Ze laten je, je doen verbazen. Oh, wow, nou, nee, we mogen geen windmolens bouwen hoor. Want oh, de nee, 102 en oh, de hoogvelen En dan Arjen Lubach, die doet lekker mee. Arjen Lubach verdient de doodstraf. Volgens Mosaïsche wetten dan. Hè? Ik zeg niet dat. Uh, ik ben niet voor de doodstraf. Maar in de oude tijden gesproken is hij een van de. Medianieten. Niet een midianieten. Zoek het maar even op. Numeri 31. Midianieten. Arjen Lubach is een medianiet. Net zo gevaarlijk volk. De omgeving is beter af als die mensen niet meer leven. Onder mozaïsche wetten wisten we wel raad met mensen als Arjen Lubach. Snap je? Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik heb jullie helemaal bijgepraat over een oorlog die er niet aan de gang is, en een oorlog die wel aan de gang is waar niemand het over heeft. En op zijn hamburg zeg ik dan tegen jullie: tjus En dag lieverts.